Majesteit, mogen we even iets met schulden? Ja, ja. Dank u wel. Dit is van toegevoegde waarde, omdat wij, Majesteit, het was ontzettend gaaf dat u het doet. Maar dit is van toegevoegde waarde, omdat we zien, we hebben al een heel sterk netwerk van allerlei organisaties bij deze doelgroep betrokken is. En wat wij zien is dat er behoefte is om doorontwikkeling te maken, om, we zitten in de textielfabriek, om weeffouten in het systeem aan te gaan pakken. We zien dat, dat soms onze eigen rol als gemeente, als schuldeisers, soms als richting inwoners, die kan beter, omdat je mensen op dit moment nog geen perspectief biedt. En, het schuldenlab is een mooie paraplu, biedt mooie bewezen best practices om die hier te implementeren en zo een volgende stap te maken in onze schuldenverlening. Dus het is een verrijking van wat wij al hadden ingezet en ik ben heel erg blij dat het op dit moment gelanceerd wordt. We zijn met het schuldenlab Almelo begonnen. Nou, ik wist niet direct wat ik me daarbij voor moest stellen. Maar toen het woord fixview, toen wist ik direct waar we het over hadden. Want ja, met Asito, dat is een van de initiatiefnemers daarin. Nou, voor ons is het, ik zei het meteen tegen Arjen van, sorry Arjen, we zijn een voetbalclub, wij kunnen geen geld geven. Dat is niet wat wij kunnen. Wat wij wel kunnen, wat kan Irakers overal wel, wij kunnen prima faciliteren. We hebben een fantastisch mooi stadion, we hebben een prima merk. Ons stadion, prima faciliteiten. We hadden laatst de fixbijeenkomst al bij ons hebben gefaciliteerd. Ons denken was daar samen met de Johan Dijsselbloem. Dat zijn zaken die we op kunnen pakken. Onze spelers, onze trainers, onze e-sporter zijn mensen die ook goed benaderbaar zijn. Die makkelijk, dat zijn de helden tegenwoordig in de maatschappij. Die heel goed door kunnen dringen bij jonge mensen of mensen die in de schulden zitten. Nou, wij denken dat we daar prima mee kunnen helpen. En daarnaast hebben wij een heel groot netwerk. Ja, ons prachtige stadion krijgt binnenkort een nieuwe naam. Maar krijgen de EU krijgt een nieuwe naam. Mag ik nog niet weten, helaas. Jezus, meegeven.